Vorig jaar heeft de Stichting BOV uit Bergen-op-Zoom nog een prachtige prijs in de wacht gesleept bij de Musical Awards. Eigenlijk bij de Amateur Musical Awards in het De Lammaert Theater in Amsterdam. Met de musical Petticoat. Ze kwamen eruit als beste musical. En Marijn Oerlemans die won ook nog een prijs als beste mannelijke hoofdrol van die musical Petticoat. En dit jaar, 2017, zijn ze terug met een nieuwe productie, namelijk The Wiz. Dorothy is een beetje een opstandige puber die de ouders verloren is en eigenlijk naar huis wil omdat ze bij de tante woont. Komt terecht in een tornado en dan in het mysterieuze land van Oz. En dan wil ze weer naar huis. En het is eigenlijk een zoektocht naar zeg maar, jezelf en naar je thuis. En daar komt ze dus die vogelverschrikker tegen die een verstand wil. En een blikkenman die een hart wil. En een leeuw die wat moed nodig heeft. Iedereen een beetje op zoek naar wat er in jezelf al zit, maar moet er nog uitkomen. En dat is uit waar het meer of meer over gaat. Hè. De leeuw die zoekt eigenlijk zijn moed. Daar gaat het om, want het is eigenlijk een bange leeuw. En daar komt hij door die tegen. Wacht hij mee naar de Wiz, dan bleven we best wel wat avonturen onderweg. Ja, dat is niet zo, hè? Die voor mij best wel angstig zijn. Maar eigenlijk doordat ik ze dan met hun kan meemaken en kan doorstaan, groeit eigenlijk de moed in de leeuw. Dus naarmate de voorstelling vordert, word ik ook minder angstig daarin. Zoals ik het zie, is Dorothy eigenlijk een personage van alles wat wil. Eigenlijk gaat het natuurlijk om dat ik het liefst naar huis wil, want ik ben in ieder geval een tornado terechtgekomen en daardoor land ik in het land van Oz. En dan kom ik eigenlijk al die figuren tegen en eigenlijk is al die stukjes, heeft ze dat misschien wel nodig, denk ik, om uiteindelijk toch voor dat eind toe te gaan. En dat is echt in haarzelf geloven, want als dat zo is, dan kan ze weer thuiskomen. En ja, ik vind het heel mooi eigenlijk als ik het zo vertel. Denk ik, ja. Ja. Fantastisch gevoel. Eindelijk ook voor het publiek. En dan merk je waar we natuurlijk maandag gezeten hebben van het valt nu allemaal. Het valt nu ook echt. Met de première is dat alle puzzelstukjes samen zijn gevallen op alle disciplines. Toen ik jonger was in de Sound Music gespeeld bij VNV Entertainment in de Efteling Theater. Dat heb ik toen een tijdje gedaan en toen eigenlijk een beetje daarmee doorgegaan en toen ben ik hier terecht gekomen uiteindelijk. Ja, nou ja, ik ben op mijn 11e al begonnen met toneel, met theater in een openluchtspectakel die hier in de stad speelde. En ik was dan natuurlijk zo snel al van die koorts overladen. Ja, dat is nooit meer weggegaan. En ik leerde ook de BOV kennen en ik hoorde dat je 16 moest zijn om daar auditie voor te doen. Dus ik heb echt gewacht tot ik daar eindelijk 16 was en auditie mocht doen. En toen heb ik een paar operettes daar mee gedaan. En toen speelden we Drie Musketeers. En dat was eigenlijk de echte eerste keer dat ik een grote rol in een musical mocht spelen. Dat was echt, ja, dat was voor mij een droom die op dat moment uitkwam. Ja. Ik heb eigenlijk altijd wedstrijd gedanst. Latin, dat was meer mijn ding. En toen was er een musical gezelschap hier in Bergen-op-Zoom. Die zochten jongens die wel konden bewegen. En de rest kon ik eigenlijk niet zo. Dus ik was eigenlijk een beetje opvulling. En ja, het zat me niet lekker dat ik het niet kon. Dus ben ik gewoon zanglessen, acteerlessen gaan nemen. En ik zit nu 14 jaar nou bij de BOV. Dus dit is gewoon thuis. Dit is geweldig. Ja. We zijn bezig met een nieuwe titel voor volgend jaar. Dus we gaan kijken, nou, wat zou na deze productie, wat zou een goede opvolger kunnen zijn voor productie 2018 hier. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ik vind het ontzettend leuk om bij verschillende organisaties te regisseren. Het is toch altijd net iets anders.
En dat vind ik zelf qua regie ook, dat houdt mezelf ook wel heel erg fris. Ja, natuurlijk droom ik ervan om er echt iets mee te kunnen doen. Maar ja, op dit moment ga ik gewoon voor mijn studie en dan doe ik het ernaast. En wie weet wat er daarna komt, ja, dat zien we dan wel. Ik ben inmiddels al 30 en ik ben gewoon een software engineer, part-time maat. Maar ik vind het juist heel leuk om die afwisseling te hebben. Het is echt compleet anders dan wat ik voor mijn werk doe. Maar het is juist een goede uitlaatklep en een goede hobby. Aan de andere kant denk ik, het zou ook zo gaaf zijn om echt in zo'n grote musical voor volle zalen, om dat gewoon eens een keer een jaar te doen, weet je wel. Ja, dat lijkt me wel een keer tof, maar ik heb die stap nooit durven zetten. Dat is voor mij is mijn laatste. Ja? Ja. Het is mooi geweest. Mooi geweest. Het is mooi geweest. Nee, ja, het is goed zo. Ja. Dus, dan heb je mooie... Er komen weer andere dingen op je pad en soms zijn andere dingen in je leven belangrijker als dit. Ja. Dus die keuze is ook een beetje een soort wisverhaal. Dat maak ik, dat maak ik wel. Ja. Dus dat is wel. Dus dat maakt het wel mooi nu om dit ook zo te mogen beleven. Dus dat is alleen maar volle bak genieten. Ja. Van de voorstelling. Nou, tof, dank je. Heel jullie, leuk om te spelen horen. Nog hoe vaak in het Maagdtheater? Nu nog 7 keer. Nog 7 keer? Ja, het is vandaag première in totaal 8 voorstellingen. Dus tot 9 april zijn we er nog. En alleen maandag en woensdag hebben we een avondje rust. Ja, dus we gaan... Dus we kunnen heel even energie tanken en dan gaan we weer door. Ook wel lekker, inderdaad. Maar vooral heel veel zin in de komende voorstellingen. Ja.